Om 8:30 stonden we doodzenuwachtig met onze duimen te zwaaien. Na een kwartier kwam onze eerste auto, waar Eddie achterin moest en ik voorin, tussen twee mannen ingepropt. We kwamen niet verder dan 20 kilometer. 1 juni. Na ruim een 30 minuten stopte een DKW met Fransman, die ons naar Thionville bracht. Nu waren we dus in La Douce, Frans. Eddie was er helemaal ontroerd van. Nou week hij even af van de route, zette de auto aan de kant. We stapten uit en Eddie knielde en kuste de weg. Frankrijk. Frankrijk. En dan zei ik, waarom doe je dat nu? En dan zei hij, dit is heilige grond. Ja, ik zou het zo weer doen hoor. Dubrovnik is wel een van de betere steden, tezamen met Venetië, Siena en Zaandam. En had hij dan zijn fototoestel bij zich? Nou ja, altijd. Eddie maakte veel foto's. We volgden de... Eddie wilde foto's maken van het dorp en zo, want de zon stond dan precies goed. De andere... Eddie was naarstig bezig alles te vereeuwigen.